Het is vandaag donderdag 7 januari. En dat is de dag dat er in Culemborg een verzoeningstocht is gehouden. Met hoeveel waren jullie? De schatting, ik heb ze zelf niet geteld, maar de schatting, men praat over 350 tot 400 mensen die in een zeer korte tijd toch naar buiten kwamen. En waren ze zowel van Marokkaanse als van Molukse afkomst? Van alle afkomsten. Wij wilden dus een signaal af gaan geven van jongens, dit kan niet meer wat hier allemaal gebeurd is. En iedereen daar leeft daar gewoon in. En dit signaal is naar buiten gekomen. Mensen komen naar buiten en ze zijn het allemaal spuugzat. Op de reis hier naartoe, in de taxi, hebben wij dus eigenlijk al gezegd, wij willen de ME daar weg hebben. Al moeten wij zelf als bewoners de taak van de ME overnemen, dan gaan we dat doen. We zijn heel blij dat hij aan tafel is, want hij heeft 3 weken in de gevangenis gezeten. Is gisteren net losgelaten. Joris Thijssen, actievoerder voor Greenpeace. Je voerde een ludieke actie met een van de andere leden bij de klimaattop in Kopenhagen. We hebben 2 jaar lang onderhandeld om het klimaat te beschermen. Op een gegeven moment is er nog 24 uur over van de onderhandelingen. En de Deense koningin besluit een dinertje te geven voor 120 staatshoofden. En op dat moment denken wij, volgens mij mist daar een stem. The group Greenpeace interrupted a state dinner for over 100 world leaders at the Danish Royal Palace. Ja, je wordt opgepakt. Nou, het is natuurlijk heel erg hectisch, want die top is aan de gang en er zijn 120 staatshoofden. Dus dan denk je van, nou, als dat over is en die gasten zijn allemaal weer weg, dan kijken ze eens naar wie er in de gevangenis zit en nog. Dan duwen ze ons ook weer naar buiten. En dat gebeurde niet. De aanklacht was dat ik heb samengespannen om zeg maar een toegangsverbod te negeren. De aanklacht was, want we hadden stickers geplakt over de nummerplaten. Dus de aanklacht was vervalsing van documenten. En we hadden een blauw speelgoedlicht op het dak gedaan. Dus het was ook ons voordoen als geheimagenten of als politieagenten. Ja. Laten we nu even naar een andere actie gaan. Die is van Sea Shepherd. En dit is een actie tegen walvisvaart. Een Japanse walvisvaarder heeft de boot van een Amerikaanse actiegroep, de Sea Shepherd, geramd. Maar als je natuurlijk dat soort acties doet, hoe sympathiek het doel ook kan zijn, want ze willen de walvis beschermen. Dat doel vind ik, zeg ik, sympathiek dat je zegt, poog die beesten te redden. Daar moet je wat aan doen. Maar dan moet je wel, zeg ik, dat moet je aan de overheid, dan zeg ik echt, moet je aan de overheid overlaten van hoe dat moet gebeuren. Dus als je eigen agentje, politieagentje gaat spelen, los van wie hier wat fout heeft gedaan, maar dat verleden van die organisatie, als ik dat zo naga, zit toch behoorlijk wat geweld bij. Dan zeg ik, dat moet je dus niet doen. Maar er zijn vaak actievoerders die zeggen van, ja, weet je, je kunt altijd wel wachten op de politiek. Misschien is dat een gedachtegang die Greenpeace in sommige gevallen ook zal hebben. Maar dat duurt zo lang en er gebeurt zo weinig. Ik denk dat je dan de politiek tekort doet. En je moet dus nooit gaan zeggen van dat de normen worden niet gesteld door actiegroepen. Edith Rinalda, u zit hier aan tafel omdat we praten over uw overleden echtgenoot, Simon Vinkenoog. U heeft daar een boek over geschreven, daar gaan we over praten. Omdat het een verslag is van de liefde eigenlijk. Dit is een straat van Parijs met een Arabier in de zon. Wie ben ik? Je bent de eerste en de laatste. Hou je van mij? Ik hou van jou. Edith, waarom was deze man zo belangrijk en zo bijzonder dat je voor hem, terwijl het al een fors leeftijdsverschil was, je baan hebt opgegeven? Ik vond in hem alles, denk ik, waar ik ooit op naar verlangd had. En ik denk dat misschien iets als het in staat zijn tot volledige overgave. Zonder enige reserve weten, wij gaan iets groots samen van ons leven maken. Want hoe zei je het net? Een verrukkelijke man. Maar dat vond je niet meteen, denk ik, toen je Simon Vinkenoog zag. Nee. Maar wel toen ik voor het eerst... maar toen ik voor het eerst met hem in gesprek raakte, was dat gewoon leuk, was dat opwindend. Maar je dacht niet meteen van, die wil ik in mijn bed hebben? Totaal niet, nee. Hoe is dat gekomen? Een vraag van geachte afgevaardigde heer. Wat ik zo ontzettend aantrekkelijk aan het boek vond, is dat ook in een moeilijke periode, namelijk toen Simon ziek werd, aan het einde van zijn leven, dat het een en al vreugde blijft. Ik ben blij en ik denk menig een met mij dat Simon had dus een beenamputatie ondergaan. En ik wist wel dat andere been, dat is binnenkort ook aan de beurt. Misschien waren we allemaal zielsdankbaar dat Simon dat niet heeft hoeven meemaken en ik ook niet. Hadden we het wel mee moeten maken, dan ben je het aan je stand verplicht, als je zo'n grote liefde hebt mogen beleven, om dat lot moedig en met opgeheven hoofd te dragen. Pieter Heelhorst, we gaan met jou praten. Want jij bent de nieuwe ombudsman.
Wat we eigenlijk doen is dat we met mensen die een klacht hebben over de overheid, dat we met die klacht in de hand verhaal gaan halen bij de instelling of de overheid waar zij een klacht over hebben. En is de overheid in dat geval dan de kwaaie en de burger de goeie? Ja, dat zeggen mensen van, ga je nou strijden tegen de overheid? Ik zeg nee, we gaan niet strijden tegen de overheid. Wat je strijdt is voor betere oplossingen. Want ik vind dat het een optimistisch programma moet zijn waarbij je moet laten zien dat dingen eigenlijk beter kunnen dan dat ze nu zijn. Intussen zou ik u wel willen aanraden een beetje voorzichtig met die frisdrankflessen om te springen. Nou, waar gaat het heen? Nou, gaat u mee? Is er iemand die politiek verantwoordelijk is die gewoon antwoord kan geven? Wat voor type ben jij in dat rijtje? Het type wat je zou kunnen zeggen is dat van Marcel van Dam de missie over heb genomen. Als het gaat over de vorm van het programma, lijkt dat meer op Pieter Storms, omdat het allemaal op locatie is. We gaan eerst bij mensen thuis vragen wat er aan de hand is. En daarna gaan we bij een overheidsinstelling verhaal halen.